anders. Want een etch van Rembrandt op je arm, zo ziet dat er dus uit. Ik denk niet dat heel veel kunstliefhebbers daarvoor zouden kiezen. De man is ook al meer dan 350 jaar overleden. Maar het blijft natuurlijk wel de grootste Hollandse meester van de 17e eeuw. En deze week dus, kun je door Henk Schiefmacher en zijn team een tatoeage laten zeggen inzetten in het Rembrandthuis. Allerlei ontwerpen gemaakt die rond Rembrandt draaien, ook op basis van zijn etsen. Ja, en dat betekent dus tatoeëren in het Rembrandthuis. Het zijn originele tekeningen van Rembrandt. En dat is goed te doen. We komen er per ongeluk achter dat die tekeningen bijzonder geschikt zijn om een leuke tatoeage van te maken. En in een tijd waarin 2 miljoen Nederlanders getatoeëerd zijn, wordt het tijd voor iets nieuws. En dan halen we iets ouds uit de doos. Het verschil tussen de huid en het canvas is niet zo ontzettend groot. Het is alleen een iets ander medium. Het is warm, het kan bewegen, het kan praten zelfs tegen je. Het kan ook mopperen dat het niet naar zijn zin is. Henk Schiefmacher heeft ons gewoon benaderd, heeft eigenlijk gebeld. En volgens mij hebben we er precies een kwartier over nagedacht. We waren echt zo vereerd. Dus je kunt hier letterlijk de meester aan het werk zien in het huis van een van de grootste meesters van Nederland. Ik ben niet een direct spiritueel mens, maar er is iets extra's wel. En dat is het feit dat je in het huis van Rembrandt zelf bent. Ik wil zeggen, Rembrandt is niet thuis, maar wij wel. Heel bijzonder, zou je het overwegen? Nou, niet direct van Rembrandt, denk ik eigenlijk. Ja. Ik vind dat niet helemaal de stijl. Ik mis de link tussen Rembrandt en tatoeages eigenlijk. Maar nou, ik vind het wel een heel creatief idee. Rembrandt is natuurlijk wel echt, zijn etsen zijn echt absoluut briljant. En dat is ook een etsen, is natuurlijk heel lastig. Je kan het niet corrigeren. Nee, dus het heeft wel ook iets dat onmiddellijke. Het gelijke. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je juist die etsen heel goed kan reproduceren in een tatoeage. Ik vind het wel mooi. Is dat soort voor u dan? Nee. maar ik vind het wel een mooie vertaling van iets wat in de 17e eeuw gebeurde naar, denk ik, iets wat nu heel veel mensen aanspreekt.